De dierenrechtenactivisten van Bideback vormen een rouwstoet aan het slachthuis van Suscampiña. Symbolisch voor de naar schatting 2 miljoen varkens die er elk jaar sterven. Bideback pleit voor een algemene sluiting van alle slachthuizen, maar in het bijzonder van dit bedrijf. Want de directie werkt al enige tijd zonder vergunning. Nu hebben ze van de handhaving nog eens 6 maanden gekregen om een nieuwe vergunning aan te vragen. Als je dat als particulier zoiets zou doen, ze zouden onmiddellijk, ik zeg maar iets, je tuinhuisje of zo slopen. En zij zijn zo arrogant hier om te denken van, dat zal ons niet gebeuren. Dus we gaan gewoon doen waar we mee bezig willen zijn, maar zonder vergunning. Een nieuwe vergunning is intussen aangevraagd. Bideback hoopt dat de directie opnieuw bot vangt. Want dierenleed voor de slacht moet stoppen, vindt de organisatie. Er zijn genoeg alternatieven. Van het begin tot het einde van ons protest, de duur van ons protest, zou er op een werkdag meer dan 1000 varkens gedood zijn. Voor ons zijn het geen cijfers, maar levens. Het is zo'n beetje zoals met fossiele brandstoffen. Het slachten van dieren, dat gaat, als het niet binnen 10 jaar of 20 of 30 jaar is, ooit wel tot het verleden gaan behoren. En dan gaan we met schaamte op onze wangen terugkijken naar een tijd waarop we dat nog deden. De buurt steunt de protestwaken, want ook zij voeren al 4,5 jaar een strijd tegen het slachthuis. Dat in de eerste plaats erg ongelukkig is gebouwd naast het kerkhof. Maar vooral de overlast is er te veel aan, vinden ze. Die wordt objectief vastgesteld door de politie in vele PV's en gebundeld in een dossier. Dus tot nu toe kan ik niet zeggen dat de overlast al geminderd is. We hopen dat het slachthuis gesloten wordt. Het is jammer dat het hier is gekomen, zelfs zonder de vergunningen, zonder de nodige vergunningen. We moeten het zelf niet proberen. Na een uurtje zit de protestwaken erop.